Ja, kom eens. Daar zijn er ook wel eigenlijk. Ja, mijn zak. We zien wel dat die magnetron redelijk misbruikt is. Waarom mag ik nooit metaal in de magnetron gooien? Dat gaat nu niet aan het kijken, maar ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat was geen een rooster was kapot. En toen ging hij voeten. Dus de wilde stijgen niet op. Dat is niet helemaal een beetje ongeveer. Blijkbaar dat het ook wel. Dan bult hij de lucht in. En dan is het meteen zwaar. Ja, leuk om te zien. Dan gaat hij naar beneden. Mag je dus thuis niet doen? We hebben een grote waterzuiger. Een grote bak. Nou, dan gaat het stuk. Ja, dat gaat het stuk. Deze magnetron is ook een beetje aangepast. Wat gebeurt er met de vieze deeltjes? Cool, hè? Gaan we omhoog, inderdaad. Dan komt het hele grote knijpen. Maar wat is dat nou eigenlijk, wat je daar zegt? Snap je het? Het is aluminium voor vankjes. Dan ben je zo klaar. Ik zou het heel knap vinden als jullie kunnen uitleggen hoe dat komt. Zal iets kunnen zeggen waardoor het klopt. Moeilijk aan je hand. Weet jullie hoe een magnetron uitgezet? Een bolletje opzet gebeurt. Het is wat anders dan een oven. Een oven die verwarmt de lucht. Een magnetron die stuurt allemaal straling op het eten. De straling van de deeltjes in het eten gaan heel hard trillen en dan wordt die warm. Zeg dat het zand is. Maar die straling kan ook opgevangen worden door metaal. En dan gaat er stroom lopen door het metaal. Ik kan niet echt veel schuilen. Nou, hier ziet ik dat het helemaal aan het kreukelen was. Als de stroom gaat lopen door het metaal, dan kan je heel snel van de ene kant naar de andere kant. Het liefst door metaal, maar het kan ook door de lucht springen. Stel dat de stroom er doorheen gaat, ineens een kreukel tegen. Dan kan je dus eronder langs, of hij kan eventjes eroverheen springen. Als die afstand klein genoeg is, dan springt hij doorheen en dan krijg je een bliksem. Dus eigenlijk is het keihard om te ommeren in de boven. Niet zoveel. Er worden heel hoge temperaturen bereikt van een paar duizend graden. Maar wel op heel kleine plekken. Dus daarom schroeit het weg. Dan gaat ze wel meteen aanhalen. Dat kun je wat doen. Dat is de moeite doen. Maar dan is het alleen wat erin wat warm. Dat valt best wel mee. Er zit een beetje water bij inderdaad. Wel, als je echt heel snel de deur open doet, dan kun je vinden. Het draait helemaal goed weg. Inderdaad, je gaat je handen. Mag ik het goed proeven? Je hebt een programma Checkpoint, heb ik gehoord. Checkpoint hebben we waarschijnlijk ook een keer over magnetron gehad. Maar waarom je beter geen metaal in de magnetron zet, dan kun je beter niet. Deze ontploft. Ja, ik zal wel laten zien waarom het niet verstandig is om een kleine hoeveelheid metaal in te doen. Ja? Klein licht is dan. Ja. Dus je ziet, het is door heel veel plekken in de doorverbrand. Op zich, het is op... Dat was wel heet. Maar op zich is het nogal... Ja, de straling die normaal is, zeg maar, je voedsel opwarmt. Het is de sterke. Ja, want zeg maar, je metaal gaat dan eigenlijk een stroom doorheen lopen. Maar dat stroom dat is, dat gaat dus echt recht doorheen, waardoor het echt heel heet wordt. Wil je dus die hele mooie vonken krijgen. Dat er zeg maar, een soort bliksemachtige verschijnselen hierin komen. Dat is waarom je eigenlijk nooit metaal in mag getrokken. Weet je hoe ze daar... Zeg je? Weet je hoe ze daar naar achter zijn gekomen? Nou? Een hele grote radars op schepen. Ja. Als dat vogels dus echt dicht langs vlogen, dan vielen ze gekookt op dek neer. Nou ja.